Na het verkennen van de ongerepte schoonheid van Guyana, zetten de vrienden koers naar de ABC-eilanden, Aruba, Bonaire en Curaçao, een groep eilanden in de zuidelijke Caribische Zee. Hun eerste stop was Aruba, bekend om zijn witte zandstranden en azuurblauwe wateren. In Oranjestad, de hoofdstad, genoten ze van de levendige sfeer, de kleurrijke architectuur en de lokale keuken. Alfonso, de leguaan, verkende de natuurlijke schoonheid van het eiland, terwijl Pieter, de pelikaan, de kustlijn afzocht naar interessante zeevogels. Vanuit Aruba zeilden ze naar Bonaire, een eiland dat beroemd is om zijn ongerepte koraalriffen en uitstekende duikmogelijkheden. De groep ontdekte de onderwaterwereld, bewonderde kleurrijke vissen en koralen, en Simon, de zeeschildpad, voelde zich in zijn element te midden van de marinepracht. Ten slotte bereikten ze Curaçao, waar Willemstad, de hoofdstad, hem begroette met zijn historische architectuur en levendige markten. Catarina, de Spaanse kat, liet zich inspireren door de levendige kleuren en lokale kunstscènes. Diego, de energieke Chihuahua, genoot van de bruisende sfeer van het eiland. De ABC-eilanden boden de vrienden niet alleen zonovergoten stranden en kristalhelder water, maar ook een rijke cultuur en diverse landschappen. Met herinneringen aan de Caribische eilanden in hun hart, zetten Alfonso, Pieter, Simon, Catarina en Diego hun reis voort, klaar voor nieuwe avonturen op hun zeiltocht. Abonneer voor meer slaapverhaaltjes.